Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Acito. Welkom en leuk dat je kijkt naar Heracles TV. Verderop in deze uitzending het vervolg van ons item over het regioplan van de FC Twente Heracles Academie. Allereerst blikken we terug op het afgelopen weekend. Heracles Almelo sloot het eredivisieseizoen af in eigen huis tegen Fortuna Sittard. Het belangrijkste van vandaag is het feit dat Heracles Almelo nog een jaar actief blijft in de eredivisie. Het belangrijkste vond Van der Looy dat ze het zelf zouden doen. Dat hebben ze gedaan. Zonder te scoren, zonder een goal weg te geven, het is genoeg. Ja, ik denk een seizoen met veel ups en downs. En uiteindelijk wel opgelucht dat we erin zijn gebleven op eigen kracht ook. Dat is vooral fijn. We hadden dat ook tegen elkaar gezegd dat dat heel belangrijk was. En ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we dat wel kunnen. Ja, is het een wedstrijd geweest waar jullie voor de 3 punten zijn gegaan? Of werd het op een gegeven moment een beetje stand andere velden? Fortuna is klaar. Dus die hoeft er niet zo nodig meer. En wij hebben, als je een punt genoeg hebt, ga je niet met open huis op de aanval aanspelen. Dus ik denk dat we 2-3 goede kansen hebben gehad. Die helaas niet verzilverd hebben, maar prima punt uiteindelijk. Ja, wat je zegt, we hebben een aantal hele mooie wedstrijden gespeeld. En Eagles thuis, AZ thuis, Sparta uit, waar we gewoon echt goed hebben gespeeld. Veel kansen hebben gecreëerd en ook gedomineerd hebben. Maar als je dan Excelsior uitziet of RKC thuis, ik weet eigenlijk niet wat voor woorden ik moet gebruiken daarin. Maar dat is gewoon... En nogmaals, iedereen 100% volle bak, daar ben ik van overtuigd. Maar op dat moment lukt het gewoon niet. En als je dan een tegenslag krijgt in de eerste wedstrijd, dan kan je dat nog omzetten. Maar als dat wedstrijd op wedstrijd gebeurt, dan wordt het lastiger. En ik denk dat we vooral dat vandaag heel goed hebben laten zien. Dat we onze ruggen konden rechten. Dankzij het publiek ook een goed resultaat hebben gehad. Ja, misschien onderaan de streep blij vooral dat het erop zit. Ja. Dat we vooral op eigen kracht hebben gehandhaafd, daar ben ik wel trots op. Ja, en ook wel klaar met dit seizoen dan in die zin? Of... Ja, ik denk dat de vakantie precies op tijd komt wat dat betreft. Vorige week zag je in Heracles TV al het eerste deel van de reportage over het regioplan. Bij het regioplan doen we eigenlijk op 2 manieren beïnvloeden, op een directe en een indirecte manier. Dus een directe manier is alles wat op het veld gebeurt. En de indirecte manier, alles eromheen, dus alle kennisdelingen bijvoorbeeld. Ja, het is super moeilijk, zeker als we praten over kinderen van 8, 9, 10 jaar oud, om al te zeggen dat zij wel of geen profvoetballer worden. Ik vind dat de jongens tot die leeftijd gewoon ook met vriendjes moeten voetballen, in hun eigen omgeving zoveel mogelijk moeten zijn. Ja, dat ook een basis moet zijn om een leven lang te kunnen sporten en in ons geval dan voetballen. Wat dus ook in de praktijk inhoudt, dat het vanuit onze kant heel goed is om over te brengen op vereniging dat ze niet te vroeg moeten selecteren of deselecteren. Dus niet te vroeg jongens afschrijven en maar in een veel lager teampje te stoppen. Maar juist oog houden voor het geheel. Nou, wat er uiteindelijk voor ons ook weer toe kan leiden dat, dat die jongens niet te snel vergeten worden. De FC Twente Heracles Academie heeft een bewuste keuze gemaakt om pas vanaf de onder-12 te starten met een academieteam. Deze visie betekent dat alle toekomstige academiespelers in hun gehele onderbouwperiode bij de amateurverenigingen blijven voetballen. De drijfveer van de academie is daarom om de amateurverenigingen te ondersteunen en om met elkaar het algehele voetbalniveau in de regio te laten stijgen. Om dit te realiseren heeft de FC Twente Heracles Academie het regioplan in het leven geroepen. Nou, we hebben gestart eerste seizoen. Dus met het regioplan. En als je nu naar de afgelopen 2 seizoenen kijkt wat het percentage is van kinderen die bij ons binnenstromen, die volgens de route van het regioplan komen. Denk aan al onze regiotrainingen van de onder 9 en onder 10. Nou, dat percentage zat het tweede seizoen op pak een beet 50%. En het huidige seizoen zit dat al op meer dan 70%. Nou, en als het zich zo doorontwikkelt,
En dan gaan we er hopelijk richting een veel hoger percentage weer. Van kinderen die bij ons komen middels het regioplan. Ja, dat moet ertoe leiden dat er superveel jongens uiteindelijk die stap kunnen gaan maken. En ja, uiteindelijk weet ik zeker dat het zowel voor FC Twente als voor Heracles niets mooier is dan dat er eigen jongens op het veld staan. We hebben natuurlijk een aantal jongens in de selectie zitten die uit de academie komen. Dus het is puur op voetbaltechnisch gebied belangrijk. Ik vind het ook naar je achterban belangrijk dat er ook regionale spelers in zitten. Voor de herkenbaarheid is dat gewoon hartstikke goed. En ik vind ook dat dat is ook waar Nederland voetballand voor staat, voor het opleiden en ontwikkelen van spelers. En jonge spelers een kans geven, groter maken, doorverkopen. Dat is ook de manier om te overleven voor de Nederlandse clubs. En dat geldt voor Heracles niet anders. En eigenlijk voelt het misschien wel een klein beetje dat elke amateurvereniging daar een bepaald deel aan bijgedragen heeft. Zeker nu ook zie je dat steeds meer jonge jongens instromen in het eerste elftal. En straks misschien wel jongens zijn uit Losser, uit Haaksbergen, uit Bonne, uit Oldenzaal. Die ook die stap kunnen gaan maken. Ja, weet je, dan heb je een gevoel van trots. En dan de tijd en energie die we met elkaar ingestoken hebben, wordt dan dubbel en dwars uitbetaald. En als we dat doel voor ogen houden, en dat is dan de stip op de horizon voor de amateurclubs. Ja, volgens mij gaan we dan samen met de academie een geweldige toekomst tegemoet. Ik hoop dat zij echt trots zijn. Dat zij de dingen bij hun vereniging dusdanig goed inrichten. Dat zij ervoor zorgen dat kinderen zich dus kunnen ontwikkelen. Wat leidt tot de stap naar ons. En ik hoop dat ze er echt trots op zijn. Want ja, vanuit onze kant, vanuit de academie, is dat ook echt iets wat ons enorm helpt. Ik denk doordat wij heel veel teruggeven aan de vereniging en zeker aan onze partnerclubs, denk aan allerlei kennisdelingen. We proberen ze echt mee te nemen in al onze processen. Kijk, amateurverenigingen die hebben heel veel behoefte aan kennis. En die kennis zit met name natuurlijk in eerste instantie op het voetbalgebied. En dat is denk ik vanaf het eerste moment een heel belangrijk uitgangspunt geweest voor ons als amateurverenigingen. Hoe kunnen we de kennis die bij een BVO zit ook binnenhalen bij amateurverenigingen? Ja, het brengen zit hem vooral in op alle kennis die wij intern hebben om die ook te delen met de amateurverenigingen. Dus dat doen we vooral door kennisdelingen te organiseren bij de amateurclubs waar dan hun kader kan aansluiten. Wat de gedachte er natuurlijk achter is dat de kennis die wij delen kan overgenomen worden door de verenigingen. Waardoor hun beter invulling aan kunnen geven binnen hun eigen vereniging. Doordat je die kennis aan het delen bent, dat de spelers leukere trainingen krijgen, dat de spelers trainingen krijgen waar ze ook meer van kunnen leren. De groei die we doorgemaakt hebben bij de verenigingen zit met name in de kennis en kunde op het gebied van de trainers. Ik zie dat we daar stappen gezet hebben. Jongens enthousiaster worden omdat ze gewoon goed opgeleid worden. Gebruik maken van de webinars, die gecoördineerd worden door de academie. De regionale trainingen die periodiek ook hier plaatsvinden, maar ook bij alle andere verenigingen in de regio. Dus de academie is zichtbaar, maar ook de ontwikkeling van het voetbal, de ontwikkeling van de spelers en ook heel belangrijk de ontwikkeling van de trainers is zichtbaar. En dat is volgens mij een enorme winst ten opzichte van 4-5 jaar geleden. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een regioplan platform. Dus eigenlijk alles wat we in het verleden deden, veelal via mailconversaties, waarbij ik dan als coördinator van het regioplan een voorbereidingsopdracht stuurde, een terugblik en dat soort zaken. Die informatie willen we allemaal gaan bundelen op één platform. En dat moet een online platform worden waarbij ieder individu van een voetbalvereniging zich kan registreren en vervolgens kan inloggen om alles te bekijken. Maar ook waar elke partnerclub kan inloggen. En zo kan zien van wat biedt de academie en de regioplan allemaal aan? En hoe kunnen we daar gebruik van maken? Als academie hebben we natuurlijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio. Die pakken we natuurlijk al met ons regioplan. Maar als we naast het voetbalgedeelte ook nog kunnen helpen op het maatschappelijke vlak, dan doen we dat graag. En als we al die kennis kunnen bundelen op één platform, dan is dat denk ik een hele mooie mogelijkheid en ook een eenvoudige mogelijkheid om voor de vereniging hulp te zoeken. Wij bereiken natuurlijk alle partnerclubs die wij hebben goed. We hebben goede contacten met hun. Eigenlijk spreken wij hun wekelijks, zouden we kunnen zeggen. En waar gemeentes en de provincie natuurlijk dat moeilijker heeft, omdat zij niet die contactpersonen hebben die wij in ons netwerk wel hebben. Daarnaast is onze academie natuurlijk gewoon een heel krachtig
ja, krachtig merk, kan je wel zeggen, binnen deze regio. En ja, wij kunnen daardoor wel de impact maken op de amateurverenigingen. En daardoor zoeken we ook de verbindingen om enerzijds, ja, die gemeente en de provincie te kunnen helpen daarin met de thema's die zij onder de aandacht willen brengen bij de amateurverenigingen. En ja, goed, die contacten hebben wij, dus die verbindingen kunnen wij met hun leggen. En het regioplan is echt van een plan naar een product gegaan. Een product wat verenigingen zien dat het supergoed werkt voor hun verenigingen. Wat ook bedrijven nu aantrekt. Dus wat je ziet, dat bedrijven naar ons toe komen om te vragen of daar samenwerkingen in mogelijk zijn. Omdat ze zien dat wij op een hele duurzame manier ook niet alleen spelers kunnen helpen met hun ontwikkeling, maar ook het hele kader van een vereniging. Dat wordt natuurlijk steeds populairder ook bij bedrijven, het ontwikkelen van mensen. En die zien dat dat bij ons heel goed gaat. Ik denk dat een BVO in de academie Twente Heracles wat verder weg staat van de lokale ondernemer in Haaksbergen of in Losser of in, wat noemen ze, een andere kleine plaats op. En dat wij een hele mooie springplank kunnen zijn voor de BVO's om ook die contacten te leggen. Dus ik denk dat we elkaar op dat vlak moeten blijven zoeken, zeg maar. En dat wij nogmaals op voetbalgebied veel kunnen brengen, maar ook op andere vlakken nu ook de academie in contact kunnen brengen met het platform waar wij gebruik van maken, de sponsoren hier in de regio. Nou ja, doordat wij ons netwerk hebben, we natuurlijk met die 85 partnerclubs die bij ons regioplan zitten, hebben we best wel een heel groot netwerk al. En het voordeel kan voor deze bedrijven natuurlijk liggen dat deze gebruik kunnen maken ook van het netwerk. Het netwerk kunnen inzetten vooral, die wij al hebben. Dus als je het hebt bijvoorbeeld over verduurzaming, zou het heel interessant zijn, wat natuurlijk een groot thema nu bij verenigingen is, dat wij daarin een partner kunnen vinden die daar verenigingen ook weer verder in kan helpen. Nou, voor de academie is het natuurlijk belangrijk dat we kunnen groeien in onze ambities. Dus we hebben ambities en we zijn op dit moment heel goed bezig, ook met het regioplan. Maar daar willen we ook eigenlijk van goed naar nog beter gaan. Daar hebben we enerzijds natuurlijk financiële middelen voor nodig. En anderzijds willen we ook met die samenwerkingen een netwerk worden. Waarbij men zich graag wil aansluiten en het netwerk ook een positieve bijdrage kan leveren aan wie dan ook. Ja, goed, ik denk dat we ook goed moeten kijken hoe we er samen kunnen toewerken. Dat het budget, zeg maar, van de academie vergroot wordt. Hè. Welke rol kan een regionale amateurvereniging daarin spelen? We hebben ook een platform hier met sponsoren. Kortom, hoe kunnen we dat gaan aanspreken om daar met elkaar ook weer stappen in te gaan zetten? En dat hoeft niet eens meteen heel veel geld te kosten. Maar het kan wel zorgen voor net een stapje extra wat de academie dan weer kan zetten. Wat uiteindelijk ook weer in het belang is van de amateurvereniging die deelnemen aan het regioplan. Dus ik denk dat we op voetbalgebied stappen zetten. En ook stappen blijven zetten en ons blijven ontwikkelen. Dat is één. Twee, op andere terreinen die misschien minder voetbalgerelateerd zijn. Maar denk aan materialen, denk aan sponsoring, dat ook kennis en kunde daar zit bij de academie die ook de amateurvereniging weer kunnen gebruiken. En andersom, dat wij ook moeten kijken hoe we vanuit het platform van het amateurvereniging zelf ook kunnen zorgen dat de BVO zich financieel en operationeel kan verbreden. Deze uitzending van Raakles TV zit er voor nu op. Dank voor het kijken en heel graag tot volgende week. Raakles TV werd mede mogelijk gemaakt door Acito.